Beste kijkers van Dutch Gaming NL. Dit is een update video over de komende weken en maanden die zullen komen. Wat ik als eerste wil gaan vertellen is wat we nu gaan afronden. Ik heb Fallout 4 afgerond. Daar konden jullie ook wel mee. Konden jullie wel zien van mijn Let's Play. Dat was gewoon de laatste missie. Dus dat hebben we nu afgerond. Rainbow Six Siege. Dit is mijn laatste video van Rainbow Six Siege. Ik heb helaas geen multiplayer, dus ik kan echt helemaal niks doen. Dus ik zal na de uitlegvideo nog een video eraan plakken dat ik gewoon even een training doe of zo. Lijkt me ook wel leuk, of niet. We zien het wel, maar goed. Dat hebben we dus afgerond. We hebben nu alleen nog de Division. De Division gaan we ook afronden, maar daar ga ik nog wel even ietsjes meer video's van maken. Dus dan hebben we dat nog even. Ik heb nog een paar GTA 5 bonus video's. Ik kan nog wel een montage maken. Van motor races of zo. Daarna wil ik ook Dark Souls 3 gaan let's playen. Lijkt me echt een super coole game. En ik heb nog nooit een Dark Souls game aangeraakt. Ja, een soort van Bloodborne. Ja, hetzelfde, alleen een betere versie. En ja, ietsjes beter dan Bloodborne. Want Bloodborne is echt een oude game. Kunnen jullie ook wel zien. En jullie horen ook dat ik een beetje verkouden ben. Maar dat gaat ook over. Maar daar, ik wil jullie gewoon even dit vertellen. Wat ik nu heb verteld. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. En ik heb net 2 mei vakantie. 1 week is om. Dus ik ga nog even lekker de Division opnemen. Ik heb het echt lang niet meer gespeeld. Ik zit een beetje, ja, de hele tijd Bloodborne. Dus ik denk, de aankomende weken gaan jullie nog de Division op mijn kanaal zien. GTA 5 bonus video's. Nog 2 of 3. En daarna nog een GTA 5 montage van motor stunts en fails. Daarna komt Dark Souls 3. Nou, dat zien we dan wel wanneer we die gaan kopen. En ja, voor de rest komen er nog wel nieuwe PlayStation Plus games en demo's die we nog naast onze Let's Plays ook nog kunnen beoordelen. Dus de beoordelingsserie, dat is er ook nog steeds. Daar ja, komt er ook nog wat van. Want wat ik bij mijn eerste beoordelingsserie zei, naast mijn Let's Plays doe ik ook nog beoordeling series van games, demo's, beta's. Dus dat weten jullie nou. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, ik doe gewoon nog een training voor jullie. Dus ja, hierna zien jullie mij invaden en dan zien jullie een video van training. Dus ja jongens, ik zeg alvast, laat je like achter, abonneer en dan zie ik jullie later. You will engage in 10 fundamental counterterrorism situations before being deployed. Report to the SAS base in Hereford. You are to infiltrate a kill house and clear the area of enemy combatants. In close quarters combat, operators must rely on situational awareness to locate and identify threats and assets. Secure the area using a slow and methodical sweep. Here, you will face a trained enemy, equipped with military-grade weapons and explosives. You will need to rely on basic muzzle discipline and your ability to reduce exposure to enemy fire by using the environment. Never stop until the threat is neutralized. Eliminate the terrorists.
4 neutralized. Mission successful.